Ik wil nu even een stelling neerzetten. Want wat er vandaag gebeurt is, er zijn mensen die houden verhalen uit totaal verschillende werelden. He, of het nu over flooding in Engeland gaat, het gaat over muizen zometeen. We hebben het over opleiding, we hebben het over bloemen. Allemaal totaal verschillende opleidingen. Ergens heeft het wel met een dijk te maken, maar vanuit hele verschillende perspectieven. En elke keer worden die verhalen geladen door de ervaring van mensen. En dat voel je. Of iemand iets vertelt omdat hij het vertelt, omdat hij het toevallig weet, maar of als iemand het vertelt omdat hij daar echt ervaring mee heeft en het onderwerp heel dicht bij hem of haarzelf ligt. Dus ik wil aan het eind ook gewoon peilen in hoeverre jullie de stelling delen van op het moment dat je mensen met totaal verschillende achtergronden bij elkaar brengt, is de verhalende methode de enige manier om elkaar goed te begrijpen. Nou, belangrijke stelling. Was die duidelijk, die stelling? Ik denk het wel, hè? Ja, voor iedereen. Ja. Erik, wij volgen hetzelfde recept. Ik heb even beloofd dat Erik, die moet direct weer weg, want die gaat zelf voorzitter spelen op een ander congres. Waar gaat het congres over? Het is de Rivierendag, dat is in Ede. Ja, dat was de concurrentie, dat hadden we ook kunnen zijn. Ja. Ja. Dus ga maar zitting nemen in de stoel en dan volgen we het recept en ik ga mijn groene pet opzoeken. Oké, dankjewel. Ja, ik ben ooit op een moment dat ik het totaal niet zag aankomen met een luide klap eigenlijk die waterwereld ingesleurd, om maar even in de stroommetafoor te blijven. Ik had een nieuw baantje bij de provincie Utrecht. Ik dacht, dat was wel een leuke baan en lekker dicht bij huis. En ik was verantwoordelijk voor water en milieu en eigenlijk had ik geen benul van water. Ik kwam uit de stadsvernieuwing. Rotterdamse stadsvernieuwing en daar is water gek genoeg en waterschappen is daar heel ver weg in de beleving van de mensen die daar werken. Dus ik ging aan de slag bij de provincie, leuk, ik dacht ik ga me eens even rustig oriënteren op dit werkveld. En na een paar dagen schoof de dijk van een vinkade in Wilnis, jullie wel bekend, onderuit. En toen kwam er echt een stormvloed over me heen van issues die in die waterwereld spelen en die misschien lange tijd ook een beetje onderhuids zijn gebleven. De provincie was toezichthouder, was beleidsverantwoordelijk, maar had er eigenlijk een tijdje al niet zoveel meer aan gedaan, zoals dat heet. En er kwamen allerlei vragen op, hoe kan dit? Hoe betrouwbaar zijn die dijken? Krijgen we dit nog veel meer? Er werden vragen gesteld over wie is verantwoordelijk, wie gaat het betalen. En ook een grappig contrast met het verhaal van vanochtend van Mary Donough. Dat in Engeland denkt men dan, nou wat ga ik doen? En hoe zorg ik dat ik mijzelf in de toekomst bescherm en beveilig tegen dit soort scenario's? In Nederland ligt dat natuurlijk heel anders. Daar wijst iedereen onmiddellijk naar de overheid, want daar zijn we zo goed in. Dus de provincie en de waterschappen kregen de volle laag en ik ben daar nog heel lang zoet mee geweest met allerlei follow-ups daarvan. Het was komkommertijd, dus het land stond ook op zijn kop. Het was elke dag op de televisie. Nou, jullie weten er allemaal van. We hebben er ook heel veel van geleerd. En ik werd dus eigenlijk in no time in die waterwereld geïntroduceerd. En ik vind het fantastisch. Inmiddels werk ik bij een waterschap en zie ik nu hoe de werkelijke technische praktijk eruit ziet. Maar het is echt een beetje onder mijn huid gekropen. En dat vind ik heel erg leuk. Vorig jaar ben ik hier ook geweest. Toen heb ik een verhaal gehouden over de zorgplicht. Ik heb eigenlijk een soort oproep gedaan van jongens, neem dit onderwerp serieus. En dat had ik natuurlijk niet moeten doen, want voordat ik het wist werd ik zelf gevraagd om daar ook iets in te gaan betekenen. En ik zal jullie nu gaan vertellen wat er sindsdien allemaal is gebeurd. Maar het belangrijkste vind ik eigenlijk om met jullie te delen is enkele observaties die ik het afgelopen jaar ook heb opgedaan. Ook nog een beetje vanuit een soort verwondering. Die wat mij betreft onderstrepen waarom die zorgplicht zo belangrijk is. En ik zal aan het einde van mijn verhaal even kort vertellen wat er landelijk allemaal speelt. En dat kunnen jullie ook nog allemaal nalezen. En jullie worden allemaal opgeroepen om daar ook actief aan deel te nemen. Dat dijkbeheer is een hele gewichtige taak. Dat hoef ik eigenlijk niemand uit te leggen. We hebben de verantwoordelijkheid voor hele grote bouwwerken.
grondlichamen, kunstwerken, echt indrukwekkend. En die zijn zodanig ontworpen dat het eigenlijk de bedoeling is dat ze nooit kapot gaan. Nooit. Zo is de bedoeling. En dat hebben we niet gedaan omdat we fraaie landschapsplaatjes wilden hebben. Ik zal er eens even een paar voorbij laten zappen als dit werkt. Dat komt, de volgorde is iets gewijzigd. Het bleek pas later dat dat zo leuk is, hè, die dijken en dat mooie fotogenieke landschap in Nederland. Nee, dat hebben we gedaan omdat we ergens een keer in de geschiedenis, we hebben dat niet met een conferentie of een congres besloten, maar er is ergens een moment geweest dat we hebben gezegd, we blijven hier, we vinden het zo leuk. Ondanks de misschien wat armoedige omstandigheden die we toen hadden in Nederland. We blijven en we richten ons land, onze bestaanswijze, ons hele bestaan eigenlijk helemaal in op het principe van het scheiden van land en water. En daarmee hebben we eigenlijk een hele dwingende randvoorwaarde onszelf opgelegd om dat altijd op die manier met die intensiteit te blijven doen. Sorry, nu gaat mijn telefoon. Ik zal hem even uitzetten. En eigenlijk een soort verzekeringspolis hebben we onszelf opgelegd. En dat doen we om dat mooie kunstwerk wat we met elkaar hebben gecreëerd, die landschapstuin Nederland, om dat in stand te houden. Dan zou je denken, nou, we doen dat al zo lang, dus dat is een makkie. Hè? Daar hebben we heel veel verstand van, dat komt allemaal wel goed. Maar de ironie is eigenlijk dat, dat we eigenlijk die dijken, die zijn niet van ons, die hebben we een beetje geërfd. Die zijn van vorige generaties. Dat zijn geen oldtimers die we in elkaar zetten en uit elkaar halen tot de laatste schroef en dan weer precies in elkaar zetten. Nee, eigenlijk weten we maar voor een deel wat er met die dijken aan de hand is. We worden daar gelukkig wel steeds knapper in. Dat blijkt ook op een dag als deze, wat voor fantastische technieken er allemaal worden ontwikkeld. Maar er zit toch nog een zekere onzekerheid, een ondoorgrondelijkheid in die dijken. Het zijn dus eigenlijk ook geen bouwwerken die we even gerealiseerd hebben, maar het zijn meer termietenheuvels die generatie op generatie zijn verder ontwikkeld. En je kunt ze ook niet zomaar eventjes een log uitlezen van hoe heeft een dijk zich in het verleden gedragen, wat voor storingen hebben we allemaal gezien en wat betekent dat voor het beheer van vandaag de dag. Die onzekerheid, die ondergrondelijkheid, letterlijk en figuurlijk, die is heel erg belangrijk in het dijkbeheer. We hebben ook geen nachtkijkers waarmee we eventjes in zo'n dijk kunnen kijken. Dus dat stelt eisen aan de manier waarop we daarmee omgaan. Nou, ik had wat mooie plaatjes. Het is allemaal zo schitterend wat het met het landschap doet. Maar ik wilde eigenlijk hier naartoe. Dit is een moment ongeveer een jaar geleden in Zwolle. Toen wij in het kader van Ruimte voor de Rivier Zwolle hebben we daar een deel van de dijk verlegd, hè, om de rivier wat meer ruimte te geven. Dat betekent dus dat we op een zeker moment een stuk dijk hadden wat we konden gaan afgraven. En toen realiseerden we ons eigenlijk hoe bijzonder dat is, hoe weinig we dat doen, hoe zelden wij de gelegenheid krijgen om eens echt eventjes helemaal goed in die dijk te kijken. Nou, dat werd ook gelijk een hele happening met bestuurders, met pers. Er kwamen archeologen bij, die wilden wel eens even kijken wat er allemaal in die dijk zat. Of er misschien nog interessante voorwerpen te vinden waren. Ook hoe die dijk was opgebouwd. Die dijk die was al iets van 800, 900 jaar oud. Dus dat was eigenlijk een heel bijzonder moment. En dat deed mij realiseren van ja, zo'n inzicht, zo'n concreet inzicht in de dijken krijgen we eigenlijk nooit. We moeten het doen met allerlei informatiebronnen die een beetje ongelijksoortig zijn. Historische gegevens. Bodemonderzoeken, als je mazzel hebt, want we hebben helemaal niet zo gek veel bodemonderzoeken. Gegevens uit toetsingen, misschien bouwtekeningen uit vorige ingrepen, als ze goed zijn gedocumenteerd. En die moeten wij dus allemaal combineren om ons een beeld te vormen. Een voorbeeld uit de praktijk van Drentse Overijsselse Delta, dat is het waterschap waar ik werk. Hier zie je de Zalkerdijk. En wij hebben op een zeker moment hebben we daar een scheur in de dijk gezien. Dat vinden we niet zo prettig, dit soort dingen. Het ziet er misschien niet zo alarmerend uit op de foto. Maar als je dit van het ene op het andere jaar of het ene op de andere maand ziet, dan denk je toch van wacht even, dit is niet oké. Het bleek al gauw dat het niet de weg was, hè, want dat is eerst wat je denkt. Maar we hebben hier door echt allerlei informatiebronnen bij elkaar te brengen, hebben we ons uiteindelijk een beeld weten te vormen van wat hier aan de hand is.
zeer waarschijnlijk is en wat we daaraan moeten doen. Maar dat was geen makkie, dat ging niet vanzelf. We hebben enorm in de archieven moeten duiken. We hebben specialisten erbij gehaald, metingen gedaan. We hebben ook mensen die vroeger verantwoordelijk waren voor het dijkbeheer hebben erbij gehaald om hun verhalen nog eens te horen. Wat is daar gebeurd op die dijk? We hebben in de tussentijd ook even een noodplannetje gemaakt voor het geval dit nog eens wat zich sneller zou gaan ontwikkelen. We hebben ook de omgeving daarbij betrokken. Kortom, een hele gecombineerde aanpak die uiteindelijk een beeld heeft gegeven van wat er aan de hand was. Overigens bleek hier dus een verbouwing of een ophoging uit het verleden technisch niet helemaal perfect uitgevoerd, waardoor die is gaan schuiven. Maar het bewijst wat mij betreft maar weer dat dijkbeheer geen exacte wetenschap is. Ik heb mij laten vertellen, want ik loop niet dagelijks over de dijk, dat geef ik onmiddellijk toe. Maar ik heb mij laten vertellen dat we nog regelmatig echt voor verrassingen komen te staan. Soms vinden we een damwand die we niet kennen. Die stond niet op tekening, die hadden we ook nooit eerder gezien. Het is ook wel voorgekomen dat we onder een grasmat, die er toch redelijk gezond uitzag, dat we daar een klinkerbekleding zijn tegengekomen. En nou, je moet maar hopen dat je al die gegevens die relevant zijn, dat je die ook daadwerkelijk hebt. Kijk, waterschappen zijn natuurlijk in het verleden, en het zal voor Rijkswaterstaat niet anders zijn, gereorganiseerd, gefuseerd. Dus er zijn heel vaak archieven bij elkaar gegooid. Sowieso is de schaal van het beheer veel meer toegenomen. Vroeger was misschien de noodzaak om ingrepen en allerlei werkzaamheden heel zorgvuldig te documenteren, die was er misschien niet zo sterk. Je moet ook niet ervan uitgaan dat alles zomaar is vastgelegd. En wat ook, helaas, het werd al eerder gememoreerd, wat ook veranderd is, is dat het verloop van medewerkers is vergroot. Er is veel kennis verloren gegaan doordat mensen een andere baan hebben gevonden of dat met pensioen zijn gegaan. Dat zijn allemaal factoren waar we in het moderne, professionele dijkbeheer rekening mee houden. En daar moeten we een oplossing voor vinden om daar geen onnodige last van te krijgen. Dat betekent dat je moet dealen met de onzekerheden die we kennen. En je moet ook accepteren dat je het nooit allemaal helemaal weet. Maar je moet wel zorgen dat je die onzekerheden managt, om het zo maar te zeggen. En dat is volgens mij waar de zorgplicht in essentie over gaat. Want met die zorgplicht stel je jezelf eigenlijk in staat om optimaal gebruik te maken van de inzichten die er zijn en die er eerder zijn geweest. En je organiseert het dijkbeheer op een zodanige manier, een professionele manier, dat je eigenlijk op ieder moment weet hoe de kering erbij ligt, wat de kwetsbare plekken zijn, en dat je maatregelen paraat hebt om eventueel in te grijpen als dat nodig is. En je zorgt dat praktijkkennis, dus de kennis die allemaal tussen de hoofden, in de hoofden zit, tussen de oren van de medewerkers van de waterschappen en Rijkswaterstaat, dat die praktijkkennis op een goede manier wordt geborgd, dat we die makkelijk kunnen terugvinden, ook als er misschien personele wisselingen zijn. Daar zijn we dus met die zorgplicht mee bezig. Sinds een jaar wordt er in de verschillende waterschappen hard gewerkt. En Rijkswaterstaat evenzeer aan het voorbereiden op die zorgplicht. Er wordt goed landelijk samengewerkt. Er is inmiddels een stuurgroep eind vorig jaar in het leven geroepen om dat een beetje te helpen en te volgen. En een beetje aan te zwengelen. We hebben goede contacten met het ILT. De ILT bereidt zich ook voor op de... Op 1 januari, want 1 januari gaat de zorgplicht echt een wat wettelijker, formeler karakter krijgen. En dan kan de ILT ook echt naar onze besturen toestappen met rapporten van nou, we zijn eens langs geweest. Maar hier moet toch echt wel wat aan gebeuren. Dus iedereen die bereidt zich op dit moment volop voor en er wordt landelijk mee samengewerkt. ILT heeft ook wat audits gedaan, inmiddels bij toch wel flink wat waterschappen proefaudits gedaan op verschillende onderwerpen. Die audits hebben we geanonimiseerd naast elkaar gelegd om een beetje een beeld te krijgen van wat moet er nou gebeuren in waterschapsland. Nou, het eerste beeld wat daaruit komt is dat eigenlijk de afzonderlijke elementen van de zorgplicht, vooral de operationele activiteiten zoals inspectie, beheer en onderhoud, vergunningverlening en handhaving, dat zit over het algemeen best redelijk in elkaar bij de waterschappen en bij Rijkswaterstaat. Maar er zijn ook wel echt serieuze aandachtspunten. De samenhang ontbreekt nog. Dus de,
Hoe zorg je dat je met al die verschillende activiteiten uiteindelijk meerwaarde genereert? Procesinrichting, hoe zorg je dat je wat systematischer te werk gaat en dat je ook zeker weet van als we het zo aanpakken, als we dat afspreken, dan komt het ook gewoon goed. Sturing is ook nog een vraagstuk. De betrokkenheid van directie en bestuur is over het algemeen laag in de zorgplicht, in het keringenbeheer. Dat is een aandachtspunt. En de Achilleshiel van de zorgplicht is gegevensbeheer. Daarin zeg ik volgens mij ook niks nieuws. Maar het combineren of het goed aanwenden van alle gegevens die we hebben om er goed bovenop te zitten, dat is nog een enorme hassle. Maar wat is nu zo leuk? Van alle kwetsbare onderdelen in die zorgplicht is er wel ergens een beheerder in het land, een waterschap of Rijkswaterstaat, die daar toevallig heel goed in is. En die best practices die brengen we bij elkaar en die wisselen we uit. En op die manier proberen we uiteindelijk samen verder te komen. We hebben ook een paar, voor die onderwerpen waar echt aandacht naar moet gaan, hebben we een paar werkgroepen in het leven geroepen. Dat zijn voor informatievoorziening, is belangrijk, onderhoud en inspectie. Rapporteren en de werkgroep die zich met de procesinrichting bezighouden. En verder zijn alle collega's die met die zorgplicht bezig zijn, die zien elkaar zo eens in de maand en die wisselen daar hun ervaringen uit. We werken actief samen met het PIW en we organiseren ook af en toe themabijeenkomsten. Dus hou het in de gaten. Dat kan op een website die we hebben. We zijn eigenlijk een beetje aangeschoven bij de website van de PIW. Hier zie je allerlei producten, activiteiten, ontwikkelingen die in de zorgplicht spelen. En ik nodig jullie allemaal uit daar naar gaan te kijken. En ik zie een rode pet. En dat was precies het einde van mijn verhaal. Dank jullie wel.